Het is avond al, inderdaad, zondagavond. En ik ga zo nog eventjes wat bakken, denk ik. Want bakken, koken is echt een van mijn grootste passies. En is ook een soort van therapie voor mij. Dus een soort van ontspanning. En ik maak ook meestal mijn ontbijt of mijn lunch de dag van tevoren of de avond van tevoren. En ik ga nu, volgens mij zijn het groentemuffins maken. Ik doe heel vaak, ik heb heel veel kookboeken, bakboeken en dat soort dingen. Ik verzin ook heel veel recepten zelf. Die komen dan op Live for Fashion, het magazine. En ik probeer eigenlijk elke week wel een nieuw recept met jullie te delen. Maar ik wil dus vanaf nu eigenlijk ook op het nieuwe kanaal leuke filmpjes gaan maken. Dus van recepten die ik aan het maken ben. Zodat jullie ook weer geïnspireerd worden om aan de slag te gaan in de keuken. Dus ik ga beginnen met de groentemuffins. En dan hoop ik dat jullie het zelf ook gaan maken. Het is altijd leuk om mij te laten weten. Nou, even voor jullie beeldvorming. Dit zijn dus mijn muffinbakjes. Of wat er voor moet doorgaan. Ik heb normaal gesproken gebruik ik er ook wel speciale bakjes voor. Maar ik ben creatief en ik ga nu aan de slag. Ik hoop dat het nog goed komt. Ik hou jullie op de hoogte. Verder heb ik spinazie in een kom gedaan. En daar kokend water op gegooid, zoals je kunt zien. En dat gaat straks nog afgegoten worden. En dan spoel je het af met koud water. En dat gaat natuurlijk straks in de muffins. Dus dat laat ik je straks even zien. Bloem die ik net in de bak heb gedaan, ga ik zeven. Waar dat voor is, moet je maar ook niet vragen. Het zal ongetwijfeld een functie hebben, maar goed. Als iemand het weet, mag hij het zeggen. Nou, kijk, dat ga ik zo in de zeef doen. Hop, kijk, zie je dat? Zo. Het wordt heel fijn, dus dat zal ongetwijfeld iets mee te maken hebben. Nou, dan is dat eerst. Zelf ben ik met de zoete aardappel bezig. Die gaan er ook in, groente muffins. Dus ik heb net, zoals jullie hebben kunnen zien, heb bloem gezeefd en het bakpoeder erbij gedaan. De spinazie afgegoten en met koud water afgespoeld. En daar ook erbij gedaan. En vervolgens de zongedroogde tomaten. Was de bedoeling, maar die had ik toen niet in huis. Dat zoals je een video opneemt. Dus ik heb gewoon nog tomaatjes in stukjes gesneden. Even de zaadlijst eruit gehaald. En dan erin bijgedaan, zeg maar. En nu ben ik dus de zoete aardappel aan het raspen. En misschien ook heel leuk om mij in actie te zien. Dus ik ga nu even spiebak kweken eigenlijk. Ik heb zo'n hele handige rasp. Dus het gaat vrij snel. Ik heb echt een hekel aan raspen bijvoorbeeld. Maar ik ga nu heel erg mijn best doen. Zoals je kan zien heb ik ook echt mijn avondoutfit aan. Dus ik heb ook echt mijn loungekleren aan voor zondag. En over het algemeen is zondag bakdag. En dan ga ik dit soort dingen eigenlijk doen. En ik ben echt geen ochtendmens. Dus 's ochtends dan komt er gewoon weinig uit mijn handen. En ik heb natuurlijk ook de kinderen. Dus dat wordt ook lastig. Dus ik doe het gewoon lekker 's avonds. Gaat ongeveer 100 tot 150 gram zoete aardappel bij. De zoete aardappels vind ik persoonlijk, ik eet niet zo heel veel aardappels, behalve zoete aardappels eigenlijk. En ze zijn natuurlijk lekker zoet en ook nog gezonder, dus dat werkt voor mij dubbel op. En daarom kies ik heel vaak voor zoete aardappels. Nou, we zijn bijna klaar. Ik doe even het laatste restje erin en laat ik jullie zo even zien hoe het er nu bij staat. Nou, nu heb ik twee eieren in kom gedaan. Daar heb ik 150 ml melk bij gedaan. En persoonlijk gebruik ik geen echte zuivel. In die zin dat ik altijd met amandelmelk werk. Eigenlijk in al mijn gerechten en shakes. Dus en daar zit twee eetlepels olijfolie bij. En dat ga ik zo los kloppen. En dan heb ik hier het mengsel zoals het er nu bij staat. Dat zijn eigenlijk heel veel, of alleen maar droge producten. En daar ga ik dus zo het eimengsel bij doen.
Nou, ik heb jullie net zelf een groot deel laten zien hoe ik de groentemuffins maak. Je hebt toen gezien dat ik eigenlijk alle droge producten bij elkaar heb gegooid, om het zo te zeggen. Daarna heb ik een eiermengsel aangemaakt, losgeklopt. En dat heb ik er dus nu bij gedaan. Ik heb het afgemaakt nog met wat zout, Himalaya zout gebruik ik zelf altijd. Je mag natuurlijk ook iets anders gebruiken, maar ik gebruik dat altijd. Er zit net even iets meer smaak aan. En parmezaanse kaas heb ik er nog doorheen gegooid. En daar maak ik het ook eventjes mee op. Dus een heel klein beetje parmezaanse kaas nog eroverheen. Ik ga jullie nu het resultaat laten zien zoals die de oven ingaat. En hoe het mengsel eruit ongeveer uit zou moeten zien. Kijk, dit is een mengsel zoals het geworden is als je het eimengsel erbij doet. En dan gaan ze dus zo de oven in. Kijk, het is toch goed gekomen met een soort van bakjes die ik heb gemaakt. Nou, ik maak er op dit moment 6, maar je kan er natuurlijk ook meer maken. Ik heb dus mengsel over zoals je zag. En dat ga ik ook niet weggooien. Dat gebruik ik misschien voor een tweede lichting nog wel. Maar hier kun je dus echt prima van lunchen. Dit wordt waarschijnlijk mijn lunch vanmorgen. En dat maak ik dus vooraf zoals gezegd. Maar je kunt natuurlijk nog meer maken en dan kun je er nog veel langer mee doen. Je kunt het ook bewaren. Volgens mij kun je ze zelfs invriezen, dus in die zin. Maar ik ga ze nu op in een oven doen, 180 graden voorverwarmd. Degenen die van bakken houden, die weten hoe het werkt. Je prikt gewoon even een ct-prikker erin en als daar niks aan blijft kleven, dan zijn ze eigenlijk gaar. Dat is een beetje hoe je moet kijken. Dus ongeveer 20, 30 minuutjes. Je moet af en toe even checken en dan het liefst gauw bruin natuurlijk. Dus ik ga ze nu overzetten en laat je straks het eindresultaat zien. Het is zover. Ik kan jullie het eindresultaat van de groentemuffins laten zien. Ze zijn klaar. Ik heb er met een ct-prikkertje ingeprikt en ze zijn dus gaar. En ik kan niet wachten om jullie het eindresultaat te laten zien. Dus dit is het geworden. Kijk, ze zijn echt heel mooi goudbruin. Zoals je ziet zijn de bakjes intact gebleven. En ik kan eigenlijk niet wachten om ze morgen tijdens lunch te gaan eten. Nou, dat waren mijn groentemuffins. Ik hoop dat jullie geïnspireerd zijn geraakt om ook aan de slag te gaan met koken of bakken. Ik vind het in ieder geval altijd heel erg leuk om te doen. En ik ga het dus vaker met jullie delen, mijn recepten. Heb je nou zelf nog een leuk idee voor een recept en wil je dat ik het ga maken, dan laat me dat vooral weten in de comments hieronder. En anders dan zie ik jullie heel graag de volgende keer weer. Vond je het nou een leuke video? Graag natuurlijk even een duimpje. En ik zou het echt heel tof vinden als jullie abonneren, want dat is gewoon gratis. En dan blijf je op de hoogte van elke video die ik vanaf nu ga delen. Zou natuurlijk echt hartstikke leuk zijn. Dit is een nieuw kanaal. Je kunt mij ook volgen op het kanaal Live for Fashion. Daarbij ga ik allerlei leuke events en premières en dat soort zaken af. En zie mij eigenlijk meer als interviewer. Dus ik ben nu persoonlijke vlogs aan het opnemen en met jullie aan het delen. Maar daar ben ik dus meer de interviewer. En het online magazine natuurlijk waar je op kan blijven volgen.